Stel je eens voor dat hier de dijken doorbreken. Als Nederland overstroomt staat meer dan de helft van ons land onder water. En waar ik woon maar liefst 3 meter. Ik las op mijn website dat ik zo'n 10% kans heb dat ik dat zal meemaken. Als zoiets gebeurt zou ik ervoor moeten kiezen om te blijven waar ik ben of dat ik weg zou gaan. Het lijkt me verschrikkelijk om alles achter te moeten laten. Afgelopen mei brak er in Oezbekistan een dam waardoor meer dan 70.000 mensen geëvacueerd moesten worden. En onder hen zijn christenen die naar illegale huiskerken gingen en ook dove christenen. Naast dat ze in deze coronatijd op de vlucht moesten, is het nu extra lastig voor hen om samen kerk te zijn. Bid je mee dat ze juist in deze tijd de nabijheid van de Heere God zullen ervaren?